Het is weer zo'n dag. We gaan het vandaag weer hebben over hele mooie auto's. En dan mag deze absoluut niet ontbreken. Mercedes-Benz GLE Coupé. Dus toen in 2015 het nieuwe model kwam, dus de GLE, opvolger van de ML, toen maakte Mercedes ook direct de GLE. De GLE Coupé. Ja, en ik heb hem hier staan. 2019, dus slechts een jaar oud. 22.000 kilometer. Mooie 21 inch lichtmetalen wielen. Nightpakket. Maar goed, het gaat natuurlijk om een model. Hier ook loopt hij weer mooi weer zo af. Erg sportief. Een echte SUV, dus een hogere, auto, een hogere zit. Wat kolossaler, SUV. Nu dan ook de coupé vorm, vandaar de SUV. Kan van sietblauw, metallic. Een beetje donkerblauw, wat neigt in sommige zonlicht tot wat zwart. Zoals ik al zei, nightpakket, panoramadak. Het volledig schuifkantelfunctie, dus ik kan volledig naar achteren. Voor de rest voorzijde, met die mooie neusmaatjes zien. Ja, het is een absolute liefhebbersauto. LED Intelligent Light, dus mooie LED koplampen. Alle assistentiesystemen zitten erbij op. Distronic Plus met zijdelings assistent, file assistent. Rijstrooksensor, dode hoekassistent. Brake assist, wegrijfunctie, bescherming. Alles zit er echt wel op. En het model, ja, het is prachtig. Ik kom toch nog even mooi zo in beeld hebben. Van binnen, we zien het al. Porselein leer. Het is een Designo uitgevoerde GLE. Dus van binnen helemaal met Designo leder bekleed. Kom er gerust even langs. Dan laat ik graag even wat zien. Hier ook mooi, prachtig bekleed. En dan de stoelen. Ik ga even aan de andere kant wat meer vertellen. Ja, onderuit. Echt heel compleet uitgevoerd. Designo is een optie van €6.300. Ja, en dat zie je de auto ook echt. Mooi de porselein met die zwarte stiksels. Stoelventilatie, stoelverwarming. Er zit zelfs massagefunctie in. Ik heb hem hier al even aangezet. Lendensteun zit er uiteraard in. De zijkanten van de stoelen zijn verstelbaar. Zodat de zit optimaal is. Standverwarming. En dit is ook wel mooi. Je ziet het eigenlijk, je ziet het niet vaak. Het is pianolak afgewerkt. Dus niet hoogglans, maar gewoon pianolak. Dus door het Designo pakket. En dan hebben we daar aan de andere kant ook hier nog de elektrisch verstelbare stoelen. En dan zien we ook direct het Harman Kardon geluidssysteem. Heerlijk helder geluid. Het is een 9-traps automaat en dit is een 350 diesel. 350 diesel is 258 pk, 3 liter V6. Ja, ook een prachtige motor. En je hoort het nu wat minder, maar het is een heerlijke rijdersauto. Lekker hoog, goede zit, stoere uitstraling. Prachtig model en hij is heel compleet. Achterin nog wat leuks. Doe de deur even open. Kom gerust even hier langs. Mooi de tv-scherm achterin. Multifunctioneel. Verwarmde achterbank en gescheiden airco achterin. En ook natuurlijk weer die mooie porseleinen bekleding. Dat de auto echt perfect maakt. Kostte €141.000 nieuw. En nu bij ons te koop voor €90.000. €89.850 wel te verstaan. Toch even de ruimte achterin laten zien. Toch nog mooie diepe laadruimte. Loopt wat schuin af, maar koffers kunnen er ruim zat in. Zitpositie achterin is heerlijk, voorin is heerlijk. Maar ook weer de LED achterlichten. Ja, heel compleet exemplaar. En zo zien we ze natuurlijk graag. Ook wij bij Mark van Week Premium Cars vinden dat mooi. Zo'n prachtige Benz weer hier in onze showroom. Ik ga de auto verder sluiten. Hij heeft nog één leuk ding. Kom eens dichterbij. Kijk gerust. Kijk ook als de deur dicht gooit. Ik gooi hem iets te zacht dicht. Soft close. Sluitbekrachtiging. Keyless go, keyless entry. Standverwarming. Elektrisch verwarmbaar stuurwiel. En voor de rest ook elektrische verstellen. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Want het houdt niet op. Het is een prachtig uitgevoerde auto. Ik heet u van harte welkom kennis te maken met dit nieuwe model, dus de GLE Coupé met een 3.5 dieselmotor. Erg zuinig. Het is een BTW auto, dus ook op de zaken interessant te rijden en slechts 22.000 kilometer.
van 2019. Van harte welkom. Ik stel hem graag voor. Fijn weekend en bedankt voor het kijken. Hoi.